De gedachte om thuis te zitten werd ik heel ongelukkig van. De gedachte van iets nieuws maken, ja, daar ging ik wel van aan. En we wisten gelijk, dit moet over dit jaar gaan. En daarbij, de grote thema's van dit jaar zijn natuurlijk het virus, maar ook racisme. Het moet gaan over, zeker ook over de impact van corona, maar vooral over wat voor impact het heeft op een gezin als je in één klap thuis zit. Wat gebeurt er dan? Gewoon je gesloten voelen in een wereld waar je eigenlijk heel erg vrij moet zijn. Dat is gewoon je thuis. Ja, toen kwam Floris eigenlijk met het idee van ja, misschien moeten we het laten plaatsvinden met oudjaarsavond. Nou, daar gingen we verder op nadenken en toen kwamen daar die drie stukken uit. Met ieder deel een eigen thema en een eigen kleur. Ik hoop heel erg dat na dit jaar, of al in dit jaar, wat toch een heel gek jaar is, dat je daar samen in die theaterruimte ook dus een keertje met elkaar kan beseffen, wat hebben we nou eigenlijk meegemaakt, wat was dit eigenlijk? En dat zowel gebeurt met, door dat je kan lachen, maar ook dat je eens even meegenomen wordt in de binnenwereld die we allemaal kennen dit jaar. Dus dat hoop ik heel erg te brengen.